Ons huidige lineaire economische systeem loopt tegen grenzen aan. Door overconsumptie en bevolkingsgroei raken onze grondstoffen op. Daarnaast kan de natuur niet ongelimiteerd afval en schadelijke stoffen opnemen. Ik denk dat het bedrijf van de toekomst steeds meer verantwoordelijkheid gaat nemen voor de totale levenscyclus van het product dat hij maakt. En naast het product gaat hij ook steeds meer diensten leveren rondom het product, waardoor de klantwaarde voor het product verhoogd wordt. Je ziet hierdoor allerlei nieuwe businessmodellen ontstaan, maar ook nieuwe vormen of andere vormen van samenwerking. De herontdekking van de coöperatie als bedrijfsmodel is hier een uiting van. Maar daarnaast kun je ook denken aan vormen waarbij klanten mee gaan produceren. Lean en lean management biedt een filosofie om de verspillingen in je proces, in je bedrijfsprocessen te elimineren. En het creëert een mindset bij je medewerkers om continu het productieproces te willen verbeteren. Daarmee gaat de klantwaarde omhoog en de kostprijs omlaag. En ik denk dat door alle ervaringen die er inmiddels zijn opgedaan met lean management en al haar instrumenten, dat je daarmee de circulaire economie haalbaar kunt maken.